Yo mensen, ik weet dat de diss-track hype al lang voorbij is, maar ik dacht, ik moet er zelf ook nog even eentje maken. Neem deze diss-track dan niet al te serieus en laten we maar gauw beginnen. Sorry boss dat ik dit doe, mijn grote excuses. Yo boss boy, ik zie even wat vertellen. Ik heb hier wel even het proces te versnellen. Toen ik in Boston downloadde, moest ik eerst even wennen. We waren nog geen echt vrienden samen, tot we bij elkaar uitkwamen. We hadden samen veel gemeen. Jij hield veel van gamen, ik wil echt van vloggen. We besloten samen kanaal te beginnen, tot ik dat niet meer zo goed kon menen. Dus ik zei, doeg, ik stop ermee. En jij wou steeds, nee. Ik richtte ook veel dingen voor ons twee. Het kwam er steeds niet van en bleek dat eigenlijk geen goed idee. Jij was steeds op en neer naar je girl en ging ook op en neer op je girl, waardoor je vaak niet de mijne was. Ik vond dat niet zo aan te pas. Ik had zelf ook fouten gemaakt, maar ik kon daar destijds even niks aan doen. Ik wou zelfs eigen kleding aanschaffen, maar ik stond daar van te schaffen. Dus ik besloot het niet te doen, want dat was best wel wat toen. Uiteindelijk zijn er twee gestopt met onze studio en is onze vriendenrelatie helemaal naar de klo, yo.